Oh ja. Ja. Jij gaat iets ongelooflijks doen. Je gaat namelijk fluiten met dat reizend carillon op de achtergrond. Ja. Waarvan wij dan denken, als je dat geweld ziet daar, dan kom jij met dat eenvoudige mondje niet overheen. Nee, maar gelukkig hebben jullie hier van die dingen. Een microfoon. Microfoons, heet die. En dan lukt het wel. En Koen van Assen gaat mij begeleiden. Ja, Koen van Assen, dat is de bijaardier van de grote kathedraal in Antwerpen. Ja. En die heeft dit apparaat thuis staan, wat ik ongelooflijk vind. Ja, dat heeft hij laten maken, ook weer bij de fabriek waar ik werk. Ik vind het een fenomenaal mooi instrument. En ik vind het ongelooflijk dat het zo gemaakt is dat je er... niemand wordt hier doof als hij daar begint te spelen. Maar op het moment dat die klokken op een andere manier met een andere samenstelling waren gemaakt... En als die kast helemaal open was, dan is dat zoveel geweld. Dat wil je gewoon niet. Ze hebben er vanochtend uren over gedaan om dit 3500 kilo wegende apparaat in deze studio te krijgen. Ja. Dus doe je best, je gaat nu spelen. Als het goed is, ga je spelen de Tsardas van Vittorio Monti.
Dankjewel, Geert. Dankjewel, Koen.